Hey, hallo en welkom dat je luistert bij nummer 21 Phoenix. Yes. Waarin we op verschillende onderwerpen ingaan zoals gezondheid, spiritualiteit, jezelf zijn, worden in deze nieuwe generatie publiek, die bruggenbouw met heel veel tijdperken. Ik zie mij van de nieuwste generatie, die zijn 0 tot en met, nou, maakt niet uit. Dan heb je de volgende generatie, die zijn al met pensioen. En dus hebben we vandaag bezoek. Yes, yes. Oké. Dus. We zijn zeer vereerd om bij jullie te mogen spreken. We hebben heel lang uitgekeken. We hebben een heel lange reis gemaakt om hier bij jullie te komen maken. Er zijn andere sprekers dan gisteren. Nummer 19 en nummer 18 is dat. We willen jullie vooral heel veel boodschappen van liefde verkondigen. Hoe je dat kunt doen. Je kunt de relaties lang en kort houden. Probeer relaties lang aan te gaan. Probeer heel veel uit te halen voordat het niet meer gaat. Je bent voor een reden bij elkaar gekomen. Ga dat aan. Ga dat aan. Je bent bij elkaar gekomen. Je kent elkaar van vorige levens of het onderbewustzijn. Er zijn poorten met jullie. Er zijn bruggen. Er zijn karma te helen. Dus zolang een relatie is, probeer op zijn minst zo'n 4-5 jaren relaties te hebben. Dat is vruchtevoller dan zo 7 relaties van 2-3 maanden. Wat heel vaak ook niet eens fijn zit nadien. Landen. Opzettelijke 10 seconden rust, dat is iets nieuws. Het heeft rust vanmiddag. Het heeft me gezegd, ik zie hele mooie oranje wolken. Het is paasavond. Ja, heel goed. Heel mooi. Ja, we hebben nog 23 uur en 59 minuten schijfruimte op dit moment. Want ik heb 20 gigabyte overgeschakeld. Niet dat dat er nu toe doet. Maar het buikgevoel is zeer, zeer warm. Dankjewel. Ik wil heel graag meer boodschappen van liefde horen, Rus. Oké. Hoe jij met liefde omgaat, hoe jij met voedsel omgaat, dat is een vertegenwoordiging van elkaar. Wanneer je meer van jezelf houdt, ga je dat ook terugzien in je voedsel. Je gaat meer lokale boeren vinden die liefde stoppen in het voedsel. En die gaan jullie ook meer aanmoedigen door daar naartoe te gaan. En dat ze weten, ervan aan kunnen gaan, dat ze van wat ze kweken af kunnen voor een prijs die gangbaar is. Het liefst meer, omdat er veel meer werk is en liefde mag betaald worden. Ook dat is weer in waardering. En wat je geeft, krijg je terug, zo onder, zo boven. Wij willen heel graag veel meer boodschappen van liefde geven. Niet alle tijd is ons gegeven. Wij nemen het met deze tijd die er is. We hebben in ieder geval nog een 10 minuutjes korter. Wat goed is, is om lekker de longen te openen in de bossen. Daarvoor mogen jullie ook allemaal wel eens de bossen in Duitsland opzoeken. Lekker met de auto erheen. Lekker met z'n 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40. Eventueel gaan jullie excursies organiseren. Maar lekker de bossen in. Al is het maar een half uur. Al is het maar een vlucht en een scheet. Zolang je er maar bent. Het is een heel andere zuurstof. En een heel andere moederliefde van moeder aarde die op jullie afkomt. Ja, ja. En zeg maar wat je denkt. Ja, we gaan door met pauzes eruit knippen en wanneer je wil kan je dus het tempo vertragen naar 0.75. De online spelers en andere als het kun je dan gebruiken. Ja, 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 ja. We willen heel veel meer liefde delen. Vooral hoe jullie relaties mee omgaan en hoe jullie elkaar de achterkant van de schoen laten zien. Daar kan heel anders mee omgegaan worden. Er kan veel meer tijd voor zelf worden genomen om te kijken wat heb je zelf gedaan voordat je iets bij een ander neerlegt. Deze jonge man heeft te vaak de achterkant van de schoen te gezien. En dat is niet respectvol wanneer hij aankomt met zijn goede gedrag. We hebben het tegen iemand in zijn vorige leven, een van zijn kinderen was. Ja, 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 communiceren en dan ook nog TF erin. Het is geen doen. Het is al duidelijk gecommuniceerd dat deze jonge heer op zijn tandvlees is aan het lopen voor het goede gedrag en de verantwoordelijkheid en het zien van wat er allemaal gebeurt en daar verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja, ja. Dat is het verschil tussen hem en zijn jeugdvrienden. En jammer voor hem dat hij niet meer contact met zijn jeugdvrienden. Het heeft een goede dingen gebracht. Maar het is ook weer tijd om te herenigen met dat soort homies. Yes, ik hoop dat die kansen komen. Zelfs als deze man alcoholvrij blijft de rest van zijn leven. Laat daar niks van afhangen. Yes, yes. Gefilterd, gemineraliseerd.
Water, yes, yes. Zoveel meer boodschappen van liefde willen wij geven. Wij willen wij heel veel geven. Bomen planten is jezelf aarden. Aarden is een hele goede bescherming voor elkaar. Yes, je altijd af en toe richt op het hogere. Yes, yes, yes. 1/7 van je tijd inderdaad richt op het hogere. Eigenlijk mag het wel 1/2 van de tijd mag je richten op het hogere. Zolang je maar lekker blijft eten en op prana overstapt. Al is het gestaag. Leer alsjeblieft de stappen van prana. Want zoveel mensen, jullie nemen zoveel. Maar wat geven jullie terug? Kogi is een hele mooie stam die daarin documentaires levert en voorbeeld levert van hoe geef je weer terug. En ook die kinderen daar, wanneer ze geboren worden, ze leven in een grot en ze krijgen alleen wit eten, moedermelk en witte bonen. Die mensen weten wat de wetenschap weet door naar de kersterren te kijken en de informatie is inderdaad voor het grijpen. Dat is de waarheid die daar gebeurt. Laat dat ook nu zijn. Jullie willen toch heel graag dat jullie kind het mooiste van de klas is. Daarvoor mag ze dan naar binnen keren op vroege leeftijd. Ja, het is belangrijk. Het is veel belangrijker dan je denkt. Meer boodschappen van liefde, rust. Yes, we hebben een hele geinige naam uitgekozen. Dat is omdat er een paradox zit in wat jullie soms voor ogen krijgen van dat land. Maar jullie mogen in jullie handen knijpen met zo'n goede vriend. Is het overdreven dat ze gezellig zijn naar alles? Is ook overdreven. Het is ook de tijdgeest. Het is wel een ally. Het is een bond. Onthoud dat. Er zijn zoveel goede dingen bezig. Denk eens aan de technologie die ze bieden om straling te neutraliseren. Ze hebben hele mooie technieken. Ja, kaarten. En jullie zitten daar nog niet helemaal met het bewustzijn om de stralingen om te keren als het niet is van binnen. Yes, en het is waar wat deze man via GOD heeft ontdekt. Jullie zitten in een tijdperk waarin jullie willen helen en dat de lucht niet meer schoon is. Het is omdat jullie inderdaad op collectief niveau hebben gekozen om daar bestand tegen te komen en te zijn. Maar ga dat ook doen en laat het voor enigszins bekende kader, laat het los en ga kijken naar wat er is. Want er zijn in overvloed mensen die zoveel weten van de heling. Ga die mensen steunen, al is het maar een tientje donatie voor een paar uur werk. Zo simpel, yes. Denk in mogelijkheden. Divergeren, convergeren. Divergeren is divers maken. Daarin, in die fase, is het heel belangrijk om divers te maken. Daarin is waar deze jongen hier zijn opleiding tot multimedia expert in heeft geleefd en nu een geheim exemplarisch ding geeft, geven, nemen, geven, respect, vol naar hem zijn. Divergeren is divers zijn, yes. Convergeren is pas selecteren wat niet realistisch is of niet kan kloppen. En laat deze jongeman vooral goed zijn in divergeren. Laat het tot je komen, tot je hart. Yes. We willen het hier heel graag bij laten. We zijn zeer content met wat er is gesproken. We wensen jullie heel veel liefde toe. Yes, yes. Am, yam, yam, yam. Oi, oi, oi. Yam, chikere, ya, kalakara, ya. Amame, me, ya, ra, 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 ra,
Thank you.